De buurtsportcoaches die benaderen u met de vraag van wij zijn op het ogenblik kunnen wij net echt goed contact hebben met de Ben. Toch willen we graag wat van de Ben betekenen hier. En toen hebben we al hier boeten door wat er wordt van hun oorbeen gekregen. Voor de basiskwallen Ben, niet op de basiskwallen zitten. Ja, wij vinden het als buurtsportcoaches heel erg belangrijk dat er natuurlijk veel bewogen wordt. En in deze gezinnen zie je dat ze vaak niet veel speelgoed hebben om mee te spelen of lekker buiten actief te zijn. Dus vandaar dat we deze spullen eigenlijk hier gebracht hebben, zodat ze lekker in beweging kunnen. En dat vinden wij natuurlijk als buurtsportcoach heel erg belangrijk. En we geven normaal gymnastieklessen, dan zijn we lekker sportief bezig. Alleen helaas kan dat niet in deze tijd. Maar op deze manier proberen we toch een bijdrage aan te leveren. Nou, de buurtsportcoach is hierheen gebracht en wij hebben het watersport wat we oorbeen kregen, hebben wij bij de meeste thuis gebracht, hebben we bezorgen. En dat mij ze horen? Ja, dat mij ze horen en dat gaat er vooral om dat de ben ik in beweging komen en deze moeilijke tijd ik terugkomen. In heel Noord-Friesland willen we sowieso alles gaan brengen. We hebben nu in Dantemadeel en in Oud-Kolmeland gebracht. De andere twee voedselbanken, daar gaan we nog heen, want dat is op dit moment eigenlijk nog een beetje te druk voor de vrijwilligers om het allemaal langs te brengen. En deze twee voedselbanken hebben dat wel nu al gedaan, dus dat is hartstikke mooi in deze tijd. Nou, ze zijn echt helemaal verrast van, goh, is dit voor u? Hé, wat leuk. En zowel ouders als Ben zijn echt heel, heel blij ermee. Ja, dat is geweldig. Dat komt dan uit onverwachte hoek, daar rek je net op. En dan is dat echt geweldig, van dat mensen samen met mij denken. Hé, nee, voor de Ben. Want ja, die kinderen uiteindelijk steekt niks om aan. Blijf lekker in beweging en geniet van het mooie weer.